ja, binnen 2 jaar is de grote herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Ik heb zo pas de oorlogsdagboeken gelezen van Virginie Loveling. Dat is een schrijfster die was toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was hij al 78 jaar. En die heeft minutieus van dag tot dag de oorlog beschreven zoals zij die in Gent meemaakte. En dat is een ongelooflijk beklijvend ego-document waar ik heel veel aan gehad heb. Een gevoelde oorlog daarin. Dus door een bejaarde dame, maar zeker geen, het was een ongelooflijk clevere dame moet dat geweest zijn. Iemand van de hogere stand zelfs. Maar die toch zo die oorlog beschrijft zoals zij dat als bejaard mens meemaakt. Dat vond ik echt een hele ervaring om dat te lezen.